Ja, het is alweer een jaartje geleden dat de Formule 1-wereld enorm opgeschrikt werd door een klappen van je welste van Romain Grosjean tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein. De klapper had een enorme explosie tot gevolg en er ontstond een vlammenzegeldom Grosjean en zijn auto. Ja, leverde best wel bizarre beelden op op live televisie En in eerste instantie was nog maar de vraag of Grosjean de crash überhaupt kon navertellen naar de eerste ingevingen die te zien waren. Toen na enkele minuten, die overigens uren leken te duren, de bevestiging daar was dat Grosjean de crash overleefd had. Zijn haas werd door midden gescheurd en Grosjean zelf kwam met zijn voorste gedeelte vast te zitten in de vangrail. De meerdere lagen Nomex brandwerende kleding, zoals sokken, handschoenen, bivakmuts tot een volledige overal, die hebben natuurlijk ook veel geholpen. En natuurlijk precies om deze reden staat de medical car van Mercedes aan het begin van iedere race achteraan de grid. Chauffeur Alan van der Merwe en dokter Ian Roberts waren het sluitstuk van de veiligheidspuzzel bij het incident van Grosjean. Ze waren vrijwel onmiddellijk te plaatsen en gingen het vuur met brandblusjes te lijf om Grosjean te redden. Hun vaardigheden, trainingen en kennis zorgden ervoor dat Grosjean niet alleen ontsnapte uit de gruwelijke scène, maar ook zorgvuldig, snel en efficiënt naar het ziekenhuis werd overgebracht. Ja, met dank aan zowel het heldhaftige optreden van de marshals en de doktoren wist de Fransman het bizarre incident te overleven. Inmiddels heeft hij er ook een boek over geschreven over het incident en staat hij deze week nog eens stil bij de gebeurtenis van een jaar geleden. Gelukkig eerste verjaardag aan de Phoenix. Al dus Romain Grosjean. Goed, dat was hem dan de special van deze week. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi.